U heeft mogelijk een goedaardig levertumor of u heeft al de diagnose FNH of leveradenomen gekregen. U bent waarschijnlijk geschrokken en er breekt een onzekere en spannende tijd aan. Hoe goedaardig zijn die tumoren? En voelt het ook goedaardig? Tumoren in de lever worden meestal bij toeval ontdekt. Is het kwaadaardig of goedaardig? De tumor blijkt goedaardig. De diagnose kan FNH of een leveradenome zijn. Dat zijn twee verschillende soorten levertumoren met elk een eigen aanpak. FNH is altijd goedaardig en blijft stabiel in grootte. Soms kunnen er klachten ontstaan als het gezwel groot is. Alleen bij klachten wordt FNH behandeld of gecontroleerd. Leveradenomen zijn in principe goedaardig, maar zeldzamer dan FNH. Een leveradenoom geeft kans op bloeding. Hoe groter het gezwel, hoe groter het risico op bloeding. Vanaf 5 centimeter wordt het gezwel meestal verwijderd. Als het kleiner is, meestal niet. Een leveradenoom kan kwaadaardig worden. Afhankelijk van uw situatie bepaalt de arts samen met u wat de beste behandeling is. Maar gelukkig is het gezwel goedaardig. Het blijft echter een vervelend bericht waarvan u goed kunt schrikken. Al is het een goedaardige zwel, u heeft tijd nodig om dit te verwerken. Stel vooral de vragen die u heeft aan uw zorgverleners of aan de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging.